De helft van ouders van kinderen met kanker meldt zich noodgedwongen ziek op het werk, omdat er geen toereikende zorgverlofregeling is. Dat blijkt uit onderzoek van kankerpatiëntenorganisaties en de vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. Ook naasten van volwassen kankerpatiënten worstelen om werk en zorg met elkaar te combineren. Mirjam van Belzen, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent belangenbehartiger bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Hoe ziet zo'n regeling voor ouders van kinderen met kanker er nu uit? Je kan kortdurend zorgverlof opnemen. Dat is bij een 40-urige contract is dat max 2 weken. Je kan ook langdurig zorgverlof opnemen. Dat is bij een 40-urig contract max 6 weken. En ouders zouden eventueel natuurlijk ook nog ouderschapsverlof op kunnen nemen. Maar dat kan alleen als je een kindje hebt tot 8 jaar. Oké, en als je kijkt naar het ziektebeeld van een kind wat kanker heeft, hoe lang duurt dat gemiddeld? Ja, daar is eigenlijk geen gemiddelde voor te noemen. Kanker is natuurlijk een ontzettende complexe ziekte. En ook de zorg, de behandelingen zijn complex. In de kinderoncologie is het wellicht nog complexer en intensiever. En een behandeling kan zomaar maanden tot zelfs jaren duren. En dan heb je ook nog de nazorg die daarna komt. Ja. Ik bedoel, die 2 tot 6 weken is toch, is toch te belachelijk voor woorden. Laten we eerlijk zijn. Veel en veel te weinig. Daar gaan we het niet mee redden. Hoe belangrijk is het voor kinderen dat de ouders erbij zijn tijdens zo'n ziekte? Dat is essentieel. Dat is echt voor de ontwikkeling van een kind is het essentieel dat minimaal 1 ouder echt eigenlijk voltijd aanwezig is bij dat zieke kind. Ja, en dat gaat dus nu niet. Nee. Dus wat is volgens jullie de oplossing? Nou, er is geen klip-en-klaar, kant-en-klare oplossing. Was dat maar waar, dan stond ik hier wellicht ook niet. Maar wij moeten wel met de politiek hierover in gesprek. Dit moet gewoon op de politieke agenda komen. En ook werkgevers zullen wellicht de ogen openen na dit onderzoek. Gaan met elkaar in gesprek. En wat is er mogelijk binnen de kaders van je eigen bedrijf?